Ja. More backstage. Ik sta vandaag bij de enige echte... Kom wat dichter, kom wat dichter, cameraman. Bij de enige echte Danny Fabri. Danny Fabri is klaar voor het Schlagerfestival. Ja, ja, dus we gaan er iets van maken. Groot feest. Op 1, 2 april, 8, 9 en 10 april. Danny, de allereerste keer dat je op het Schlagerfestival staat in de ETS Arena in Hasselt. Ja, ja, dat is de eerste keer. Hoe speciaal is dat? Ja, ik vind het wel speciaal voor twee redenen. Ten eerste omdat ze mij uitgenodigd hebben. En ten tweede ook omdat ik 40 jaar op de planken sta. 40 jaar, ja. En dat vind ik dus wel tof, dat ik dan daarvoor uitgenodigd ben. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die ik ga kennen. Dus ik heb van mijn collega's gehoord dat het een echt feestje is. Dus dat gaat tof worden. Ja, met meer dan 60.000 mensen, beste Facebookies. Meer dan 60.000 mensen die ook allemaal komen voor Danny. Ja. 40 jaar carrière, Danny. Goh, wat is jouw... Ja, je hebt onwaarschijnlijk veel nummers uitgebracht. Wat is het mooiste liedje dat je ooit of tot nu toe hebt uitgebracht? Het mooiste... Dat is heel moeilijk. Dat is echt waar. Want veel mensen denken soms... Omdat je van dat veel verkoopt, dat je dat het mooiste vindt, dat is niet altijd waar. Ik vind een van mijn mooiste nummers, heb ik nu op mijn nieuwe full CD staan. Mm-hmm. Dat is Ogen vol vuur. Okay. Echt waar. En dat geloof ik echt in, dat is een fantastisch nummer. Maar ja, de mooiste is natuurlijk ook tof. Het is niet de mooiste. Ja. Dat is ongelooflijk. Ik sfeer ook uit, hè. Ja, dat is waar. Dat is echt zo'n beetje in deze tijd. Ook, ja. En ook een echte... Danny Fabri's song vind ik ook. Ja, ja. Maar als een sa, c'est la vie, de ongelooflijke klassieker, die zing je nog steeds met evenveel zin. Ja, waarom? Als je gaat optreden, de mensen willen altijd dat je dat nummer zingt, ze willen ook de telefoon uit mee. Al die hitjes willen de mensen van vroeger, dat is logisch. Dus, ja. Danny, jij hebt eigenlijk een agenda die onwaarschijnlijk gevuld is. Ik bedoel, jij moet daar niets voor doen. Ik heb gelezen ergens dat jij de meest geboekte artiest bent van Vlaanderen. Is dat zo? Ik heb de andere van mijn collega's nog niet geteld, moet ik eerlijk zeggen, dat het nu zo is of niet. Maar ik heb wel veel werk, maar ik ben daar wel een beetje fier op. Ik heb er ook heel hard voor gewerkt. Mm-hmm. En ieder optreden dat ik doe, is echt met volle overtuiging. En als je dat niet doet, dat is zoals je naar je werk gaat en je zegt, ja, ik ga even een beetje werken. Nee, dat kan niet. Je moet echt met je hart zingen. Ja. Zoals nu daar juist op de radio ook. Dus we hebben twee nummertjes, maar iedereen was in vorm en iedereen was mee. Sfeer en ambiance. Voilà, en dat is Danny Fabri. Ja. Scherpenheuvel, bekend om zijn basiliek, bekend om Danny Fabri en zijn geweldige taverne, maar daar sta je al een tijdje niet meer in. Nee. Maar die heb je al wereldberoemd gemaakt, Danny. Ja, wel eerlijk gezegd, wel, als ik daarmee begonnen ben, dat was zo een gezegde. We gaan naar de basiliek, we gaan naar een scherpe en we gaan met Danny Fabri koffieken. Dat was een gezegde. En iedereen, ik zeg, allez, ik heb daar echt waar, ik heb dat 9 jaar gedaan. En dat was van 's morgens tot 's avonds, was dat echt... Stond je dan ook in de taverne zelf? Mijn vrouw die regelde alles in feite, maar ik was zo'n beetje de public relation, zoals jij nu. De man die zo in de zaak staat. Ja, de, maar ja. Dat doet veel, want de mensen ze kwamen naar u en ze wilden een keer goeiedag zeggen. En als je, laat ons zeggen, nee, allee, ik zal niet zeggen nederig, maar je hoeft daar geen dikke nek te hebben, je moet gewoon doen. Ja. En dan komen de mensen naar u en ze blijven komen. En dat is denk ik ook een stuk van mijn 40 jaar carrière. Want je treedt daar binnenkort op, hè? Die zaak nog een keer. Je viert daar ook een stuk van je 40 jaar. Maar niet in de zaak zelf, nee, in het culturele centrum. In het culturele centrum. Ja, 22 mei is dan een grote show. Een grote show van Danny Fabri, 40 jaar carrière. Ja, dus ook een nieuwe CD dat dan ook? Nieuwe singeltje dan zo gezegd, de allermooiste, en dan nieuwe full CD uit. Ja, en ook platenfirma nu ook bij CNR dat artiest uitgekomen. Toch allee, ook een firma die goed werkt en een tof. Voor mij is dat een keer een pluspunt, want ik deed eigenlijk heel veel zelf. Ja. Dus nu, door die firma, helpt mij dan een beetje werk af te nemen van mij. Dus dat is wel goed, kunnen we beter concentreren op optredens. Tuurlijk. En ik doe ook altijd alles zelf gedaan, dus op die 40 jaar. Een dus, self-made man, mag ik dat mooi zeggen? Toch? Ja, dat is wel zo. Soms dan denk ik wel, ik zou gewoon een goede manager moeten hebben. Ik had al een keer gedacht in een Kurt, ik weet niet, kende. We gaan er achteraf over onderhandelen. We gaan er dus nu achteraf over onderhandelen. We gaan het nu niet doen. Hè. Nu nee. Zie dan, 40 jaar, hoe komt dat jij er zo even stralend blijft uitzien? Wat is het grote geheim? Want ja, je lijkt, ja. Als ik hem zie, dan denk ik, is net de 50 voorbij. Ja, ik doe dan niks speciaal voor. Ik denk, weet je wat, gelukkig leven, denk ik. Je lacht ermee, maar dat doet heel veel. Iemand dat gelukkig is, straalt dat ook uit. Iemand dat miseren heeft, straalt dat ook uit. Ja. Dus dan ik tot nu toe, als er nu iets niet lukt, dan zet ik me erop over. Ja. Ik ben zo niet van te zeggen, ik kan dat niet vastkrijgen. Het gaat niet, nee, dat is niet. Dus dan denk ik, oké, dan laat wat vallen, we zullen wel iets anders doen. Ja. Zo in ingesteldheid, dat is mijn... Het positivisme dan niet. Dat moet hebben, vind ik in het leven toch. Allee. Heeft gelijk. Zo denk ik erover. Absoluut. Danny, wat wil jij de komende 40 jaar nog gaan doen in je carrière? Nu nog een paar jaar goed meedoen, meezingen, mij amuseren, zonder mij amuseren.
en dan niks meer doen, rust. Rusten? Ja. En als hij 100 wordt, dames en heren? Ik heb een goed feest. Dan rijden wij rond met Annie Fabri. Ach, fantastisch. Scherpenheuvel of waar het ook is tegenwoordig. Ja, pak een Scherpenheuvel. Een Scherpenheuvel rond de Basiliek als hij 100 jaar wordt met Annie Fabri. En dan staan we binnenkort op het Schlager Festival. Op 1, 2, 8, 9 en 10 april, alleen voor vrijdag 8 april, zijn er nog tickets te koop via www.sherpa.be of 070 34 50 50. Annie Fabri, bedankt en veel succes. Dank je wel. Okay. Merci. Dank u. Merci.